Hebben wij op dit moment in uitvoering de groente- en fruitsurvey. Die gaat om en bij 2 weken duren, als het goed is. Maandag begint het. En uiteraard de reguliere werkzaamheden als behandeling grondzaken, plantenkassen, dat gaat gestadig door. Trainingen heb ik al aangegeven dat op Wageningen Cassave project wordt uitgevoerd. Maar ook voor agro-ondernemerschap hebben we dat ook gedaan in het vorig jaar. Maar de trainingen gaat sowieso door. We gaan verder naar overige districten. Stimuleren van 11 cultures. Dat gaan wij vanuit het ministerie ook doen. Wij moeten die mensen stimuleren om hun achtererf gebruik van te maken, zodat ze zelfvoorzienend kunnen zijn. Voorlichting is een van die dingen, dat wij een goede communicatie moeten hebben met de gemeenschap. Maar daarnaast ook dat vanuit het vakgebied, agrarische sector, de communicatie ook moet plaatsvinden met de producenten en ook met de overige stakeholders.